kijkers, leuk dat jullie kijken naar de 5e AZ-vlog. Ik ben nu in Alkmaar en hier heb ik een afspraak met Pantelis Hatzidiakos. En samen met de AZ-verdediger ga ik naar de kapper. Nou, naast mij zit nu AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos. En nou, we zijn op weg naar de kapper. Hoe vaak ga jij ongeveer naar de kapper? Ik ga of om de 2 weken. En soms ja, elke week. Hangt vanaf in wat voor mood ik ben. En ben je vaak met je uiterlijk bezig? Vind je dat belangrijk? Ja, je wil door de week wel. Ik moet eerlijk zeggen, tijdens wedstrijddag of zo, dan boeit me eigenlijk niet zoveel. Nee, maar, je bent niet iemand die dat je denkt op een wedstrijddag van, ik kom op tv, ik moet er extra goed uitzien nee, of zo. Nee, boeit me echt niet. Maar wel door de week, als ik leuke dingen ga doen met vrienden of zo, dan wil ik wel altijd gewoon goed uitzien. Ja, dan vind je wel lekker als het uitziet. Ja, dan is het wel gewoon belangrijk, ja. Reza Jambox? Ja, die gaat echt vlak voor de wedstrijd nog even zijn haar doen. Daarom komt hij ook altijd als laatste naar buiten. Oh, laatste. Ieder haartje moet goed zitten. Ja. En wie is echt het minst ijdel? Wie maakt het allemaal eigenlijk nu zoveel uit? Het minst ijdel. Ja. Het is wel lastig, ja. Ik denk, Levi, maar die heeft ook wel mooie spullen. Garcia? En wie als Shota? Bam, bam. Garcia, ja, maar die heeft wel ook gewoon mooie, die komt wel best wel veel dingen. Eigenlijk vindt iedereen op zich wel zijn uiterlijk een beetje belangrijk. Ja, we hebben veel vrijheid, dus ja, ik vind wel gewoon tijd om goed uit te zien. Ja, precies. Naast mij staat een kapper van Hatzidiakos. Komt hij hiervan? Zeker 1 keer in de 2 weken. En is hij een beetje moeilijk om te knippen? Nee, dat valt mij. Valt mee. En welke A6-spelers knip je nog meer? Komen die hier ook? Ruiters, Max Seuntjes, Jan Borks, Alireza, Stijn Spierings, ook A7, speelde bij Sparta, Maris Mediani, zit nu in Amerika. Dus, misschien volgend jaar wat voor A7. Ja. Einde van zijn carrière. Werk ze nog en fijne dag. En ondertussen is het donker geworden. En ik heb nog een paar zinnen voor Pantelis die hij moet afmaken, zodat jullie hem beter kunnen leren kennen. Mijn beste vriend in de selectie is... Ja, ik kan wel gewoon met iedereen goed opschieten. Ik ben geen moeilijke jongen. Nee. Ik kan met iedereen het goed vinden. Maar het beste met Ali. Ali Reza, jou. Met Ali. Ja. We zijn samen vaak op kamers als we ergens gaan slapen. Trainingskamp, dus ja, ik spreek veel met hem. Ik denk dat hij wel het dichtbij mij is. Als ik geen voetballer was geweest, dan was ik? Dat is wel gelijk een moeilijke vraag. Ja, ik denk wel iets met sport. Sport en beweging zou iets doen, of trainen, of fysio. Leraar. Fysio vond ik ook echt leuk. Revalideren met spelers en zo, een beetje balletje trappen, van voetbal praten, ja, ik denk dat zoiets wel... Dat zou je wel leuk zijn. Ja, die richting, ja. Hetgene wat ik uit mijn geboorteland Griekenland het meeste mis is... Eten.
Sowieso. Het Griekse eten. Ja, Griekse eten. Mijn mooiste wedstrijd tot nu toe is? Ja, natuurlijk denk ik mijn debuut in Europa League. Vond ik echt, was wel 15 minuten. Atletico Bilbao was ik het. Ja, wat zei ik? Atletico ja, Bilbao, ja. Hoe oud was je toen? Ik was toen 17 denk ik, of 18. Oké. Okay. Ja, ik was... Meteen in zo'n groot stadion? Ja, was natuurlijk gewoon een mooi moment voor mij. Mooi stadion en Europa League wedstrijd mocht ik meemaken. Ja. En daarna, ja, Eredivisie denk ik, denk wel Utrecht thuis, dat het wel een mooie wedstrijd was. Van afgelopen seizoen? Afgelopen, ja. 3-0, ja. Mijn lievelingseten is? Ja, natuurlijk Grieks eten. Grieks eten, ja, ja, ja. Gyros, pita gyros. Het is een broodje met tzatziki, dat is Grieks, groente, gebakken aardappelen en gyros, dat is vlees. Ja, is natuurlijk top. En eet je dat ook wel regelmatig nu in Nederland? Ik ga wel eens na de wedstrijd, ga ik in de stad, heb je een Grieks restaurant. Ja? En ik moet eerlijk zeggen dat dat heel lekker is. Erg lekker? Ja. Mijn voorbeeld is? Mijn voorbeeld? Sergio Ramos. Van Real Madrid? Van Real Madrid, ja zeker. Is dat ook meteen je favoriete club in het buitenland? Nee, dat niet. Ik ben wel voor Barça, maar ik vind Ramos wel echt een centraal verdediger. Een hele goeie. Ja. Mijn moeilijkste tegenstander tot nu toe was? Ja, moeilijkste spits denk ik dat het tot nu toe Vincent Janssen natuurlijk. Vincent Janssen. Op training. Ja, echt, alle hoeken standen kan die schieten, links en rechts, maakt er niet zoveel uit. Mijn droom is? Mijn droom is om bij een grote club te spelen. Als voetballer wil je maximaal haalbaar. Ja. En wil je graag een buitenlandse avontuur in een mooi land en mooie club. Competitie, ja. Mooi club. Panta die ziet er weer helemaal fris uit. Bedankt voor vandaag. Dankjewel. Succes nog met AZ. En tot de volgende keer. Dankjewel, jij ook succes. Vlog 5 zit erop. Al vond je hem leuk, dan even een duimpje omhoog. En laat in de reacties weten wat leuke onderwerpen zijn voor de aankomende AZ-vlogs. De winnaar van de keepershandschoenen van Marco Wissot, die staat nu onder in beeld. Woensdag 10 februari om 7 uur, dan zijn we er weer. Bedankt voor het kijken.